Oud-ado-speler Ferry Bodden en reservekeeper Robert Swinkels kunnen erover meepraten. Maandenlang stonden ze aan de kant door een gescheurde kruisband. Maar niet alleen topsporters kunnen zo'n blessure oplopen, ook amateurs. De kans is vooral groot bij sporten als skiën, voetbal, hockey en tennis. Na een kruisbandscheur ging je altijd naar de fysiotherapeut, spiertraining, apart programma volgen. En als dat na zo'n drie maanden geen verbetering oplevert, wordt je volgens de standaardmethode geopereerd en wordt de kruisband vervangen door een pees uit de hamstring. Nu past het Hagenziekenhuis Ziekenhuis een nieuwe methode toe. Daarbij moet de patiënt binnen drie weken na het ontstaan van de blessure geopereerd worden en wordt de gescheurde kruisband niet meer vervangen, maar gespalkt met een touw en met een veer bij elkaar gehouden. Dat blauwe is de kruisband, de, bij het rood is hij gescheurd. En dat touwtje wat daarachter zit, f, uh, fungeert als een soort inwendige brace die de, de scheur op zijn plek houdt. En in het onderbeen zit hij vast met een, uh, met een veersysteem. En die staat zo afgesteld dat er op de kruisband een bepaalde spanning staat. Zodanig dat de stompjes spanningsloos tegen elkaar aan blijven. En zo rustig weer aan elkaar kunnen groeien. Grootste voordeel van deze nieuwe methode is de snelheid. Want je uh, hoeft niet drie, vier maanden eerst te wachten en te trainen bij de fysiotherapeut. om dan te bekijken of het uh, goed genoeg is. Uh, dus je revalidatieperiode is in principe even lang. maar je begint daar drie, vier maanden eerder mee. Helemaal nieuw is de techniek niet. Hij wordt al toegepast in Zwitserland en is per toeval ontdekt door het Haga ziekenhuis. Doordat een partner van een van de chirurgen daar tijdens het skiën een kruismand scheurde. En geopereerd is volgens deze methode. Eigenlijk heb ik er nooit echt met krukken zien lopen. Dat ging opvallend goed. En toen zijn we op pad gegaan en contact gezocht en daar eens gaan kijken. En toen bleek het daar al een anderhalf, twee jaar te bestaan. Inmiddels zijn het afgelopen jaar zo'n 30 patiënten op deze nieuwe manier behandeld.